jeuken met tiet en ik heet hem Hugo. Wil je Ronaldo met je beeld, maar van coins heb je niet veel? Doe dan niet zo dom en ga naar FIFACoinservice.com. Daar hebben ze wel coins, de goedkoopste van het land. Koop een paar miljoentjes, niks meer aan de hand. Gebruik bij het bestellen, Milo voor je korting. En geniet van je coins, direct naar de storting. Yo mensen, welkom bij vandaag mijn tweede wedstrijd in de, of eigenlijk derde wedstrijd, maar tweede leg in de, Champions Cup. We zijn vandaag met Koentje. Ja, PSV, Atletico. Je hebt natuurlijk de loting allemaal gezien, zo niet. Kijk direct hier beneden. Ik heb PSV geloot, naast natuurlijk Bayern waar ik al mee gespeeld heb. Koen heeft Atletico Madrid. En Real geloond. Geloond. Kut zo. Koen, je hebt het geneukt hè. Je hebt het keihard geneukt. In ieder geval, Koen dus Atletico en Real Madrid. Ja. Ja, de spannende wedstrijd. Net als in het echt deze wedstrijd. Klopt, dat is leuk, ja. Vind ik. Ja, vind ik ook alleen, leuk. Wat leuk is mensen. De vorige video, die was op mijn kanaal. En de volgende video komt ook op mijn kanaal. Ja. Dus zeker dat is lachen. Leuk. Zeker lachen. En, ja, en die vorige was dus met Real. En de volgende wordt zeg maar de tweede leg van dit. Ja. Dus dan weet je dat. Weet je dat alvast. Oké, okay, met welke PSV shirt ga ik? Niet met die. Niet met die alsjeblieft. Ja, die, ja. Gelukkig lijkt dit niet zo op elkaar. Ja. Met deze. Wat is dat nou het verschil? Ja, oké. Shit, ik haal het niet. Voor genoeg. Prank. Succes. Succes. Mogen ik winnen. Oké, ik vind het nu wel heel spannend hoe ik ben. Ik vind het ook spannend, hè? Wat speel je lekker aanvallen? Ja, I know, right? Oeh. Hop, rustig. Je hebt qua spelers een beter team, maar ik ben natuurlijk wel beter speler, dus het zal een spannende wedstrijd worden. Daar ben ik niet zo bang voor. Oh nee? Nee. Zou maar wel zijn. Nee. Niks aan de hand. Aan de hand. Hoppa. En weg is hij. Maar maakt me niet uit. Hier hebben we Big Jetro. Hoppa, Big Jetro. Let's go, jongen. Je bent zo shit, hè. Jongen, je weet het. Jongen, let's go. Hoppa. Alsof je langs Jeffrey gaat komen. Alsof je langs Jeffrey gaat komen. Jeffrey, joh. Nee! Let's go, ik weet niet eens wie het is, want ik ken mijn hele team niet. Voor mij is Gabi, ja. Kut Gabi. Aanvoerder van het team. Ik had een heerlijk tackletje, maar je hebt natuurlijk geluk dat je het bal net precies goed viel. Jezus, ik ben echt goed. Uitdoel, het is al een feit. Ik heb eigenlijk al gewonnen. Ja, ik zou niet mensen, zo blij doen. Mensen, bedankt voor het kijken. Subscribe ook op mij. Wist je trouwens, Milo? Dat ik was dus in Eindhoven laatst. Oké. En toen kwam ik Luc de Jong tegen. Nee. Ja, en dan heb ik ook nog een foto van, die komt nu in beeld. Heerlijk fotootje. Zo, je zat ook goed op trouwens. Ja, echt lekker ben ik. Ja, echt komt ie. Heerlijk. Luc! Heerlijk goaltje! Luc de Jong. Koentje. Oh, karma pak me omdat ik met hem op de foto ben geweest. Heerlijk goaltje. Dit is lekker. Koen, je hebt een uitdoelpuntje, maar ik ga je via je winnen en dan weten we wat er allemaal gebeurt met Jordan. Dit was wel een hele mooie kopbal, daar ben ik heel eerlijk in. Ja, oogblak volledig kansloos. Dit was echt heel mooi. We slaan meteen toe. Maar maakt me allemaal niks uit, want ik ga gewoon door. Kijk, weet je, leuk dat je één goal scoort, weet je. Prima. Ik vind het wel. En fijn dat je wat gunt. Hop. Ja, even binnenkappen. Even lekker koken. Zo voorspelbaar ben je ook, hè. Ho! Ha! Komt-ie. Echt gewoon door. En hop. Oh, wat een voetbal. Heb je Hector. Daar komt-ie. Koké! Luc! Nee, Zoetje! Heerlijk gedaan, Zoetje. Hoe kan dat? Ja, dat ben ik mee eens. Ja, pas maar. Ja, je wordt helemaal weggespeeld, pas maar. Schiet maar. En binnenkappen en schieten. Oh, helemaal hadden we al lang gezien. Zitten we weer tussen. Hadden we al lang gezien. Jongen, ik lees je als een boek. Leuk. Dank je. Wow! Zo! Oh! Zag je die skill move? Ja. Hop. Ja, en dan is hij weg. Jeroen! Ja! Let's go! Hoppa! Griezmannetje. Lekker schrikkelen. Weer zo'n aidskooltje. Let's go! Weer zo'n aidskooltje. Ben ik blij mee. Ben ik eerlijk in, Milo? Ben ik blij mee. Heerlijk goaltje dit. Ja, oké. Ja, dat kan je niet ontkennen, toch? Oops. Nee, kan je niet ontkennen. Nee, daar heb je gelijk in. Oh, Jezus, Milo! Ben ik naar Barca aan het kijken? Ik moet zeggen, goede actie. Kom maar. Hop, rustig. Het is gewoon rustig. Bewaar de rust. Kijk, kom je heel goed weg weer. Die kom je weer heel goed weg. Heerlijk. Zo! Heerlijke tackle. Zo. Oh! Waarom heb je nou weg? Oh. Nee. Deskundig nee, grap. Kun je tegenhouden? Dan. Oh. Kom je weer heel goed weg. Nee, dat is gewoon terecht. Terecht? Hoe had Lesje het ooit met zijn rest score in echt? Niet gewoon. Jawel. Oh, dat is gevaarlijk. Rust 2 achter, dat is mooi kut, maar ik ben wel beter, dus ik heb wel vertrouwen voor de tweede helft. 2 uitgoals al. Jezus! Ja, dat vond op de paal zeker geen schot. Nee, klopt. Oké. Dat was namelijk een kut. Ik neem ondertussen even chipje voor het begin. Zo! Heerlijke tackle.
Oh! Heerlijke tackle weer. Heerlijke tackle. Gaat hij me zwetten? Gaat hij me zwetten? Over en uit, Milo. Ja, nee. Ja, nee. Jezus, Milo. Speel je helemaal weg? Ja. Ja. Hoppakee, jongen. En voor, en die, dat is een goal. Jeroen! Oeh, dat is een penalty. Dat was een penalty. Je kan hem geven. Heerlijk schotje. Oh, dus ik denk zo even een offensieve wissel gaan toepassen. Ja, je gaat nu al alleen, zeg maar. Nee. Hop, en weg. Dat was niet de bedoeling. En de paal. Jeroen! Ja. Jeroen! Kom, even weg! Penalty, Jeroen! Heerlijk verdedigd. Heerlijk niks verdedigd. Aan het handje. Mandje. Heerlijk, heerlijk. Davy, koppen Davy. Davy, jongen. Davy, wat is dat voor paas? Oeh, prima paasje zelfs. Oh ja, kom Luc. Oh jongen, ref! Dat is 100% overtreding. 100% overtreding. Ja, ik kan mij niet gaan vertellen dat er geen overtreding is. Zo! Keurig gedaan. Oh, dan kom je heel goed weg, hè? Nou, ik moet zeggen, nee. Ja, ja. Oh, nee. Nee. Oh, wat een paas, nee. Wat een paas. Oh! Die moet erin, die moet hangen. Ja, daar kan ik moeilijk over doen, maar die moet hangen. Oh. Nee, ja, dit mag geen 4-1 worden. Ja, ja, ja. Fuck! Ja, 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 ja. Let's go! Hoppakee, in de pocket. Dit is heel erg kut. Geen idee wie het is. Ik heb werkelijk waar geen flauw idee. Ik ga toch een beetje aanvallend spelen. En dan meteen zie je die ruimte achterin natuurlijk bij PSV die natuurlijk niet altijd de beste verdediging hebben. Zo, heerlijk, heerlijk, heerlijk afgemaakt. Wie was het? Voor mij die Ferreira Carrasco. Heerlijk. Heerlijk. Goeie voetballer, jongen. Ja, oh, we gaan meteen voor de 5-1 ook. Ho! Ho! Nu even 4-2, dan hebben we aan 3-0 genoeg uit. Oh, ja, dat gaat gebeuren natuurlijk. Ja. Zonde! Het is heel erg zonde. Maar mensen, als je wil weten hoe dit gaat aflopen, wat natuurlijk. Check deze stats, man. Easy overwinning voor mij, is die stats clip heel zo door. Als je wil weten hoe dit gaat aflopen, easy overwinning voor mij. Links van de beschrijving staat naar Koen's kanaal. Die video is nu geüpload op dit moment. Op dit moment. Je kan nu meteen kijken. Kijk nu. Nu. Kijk nu. Nu. Nu, nu kijken. Klik op mijn hoofdje om de video te kijken. En dat hoofdje is lekker. Dit moet je wil op knikken. Daar wil je echt op klikken. Ja. Mensen, bedankt voor het kijken. Like deze video. Hou de andere mensen het toernooi uitchecken. Ga naar Koen's kanaal voor leg 2. Ik ga nog winnen. Maar ik maak niet uit, ik ben toch al door met Bayern. En ik ga Raoul verslaan. Nou, als het je lukt, Milo, om dit nog te winnen. Ja, ja. Daar heb ik wel respect voor. Ja, heb je dat niet nu al? Nee. Oké. Okay. Ik heb eigenlijk met 4-1 gesloopt. Dan ga ik zeker winnen. Ja, maar met PSV tegen Atletico, hè? Ja. Oké, tot zo. Doei! Oh, wow.